Ja, Andries, geen tijd voor koffie. Hé, hey, André. Ja, ja, heerlijk. Moet je kijken, lekker zonnetje. Ja, ik snap je wel, maar geniet maar van de zon. Op de fiets, we hebben haast. Ik ga mee. Want mevrouw Kool staat op ons te wachten. Jas dicht. Heeft ze haast? Ja, ze heeft haast. Ze moet kijken. Met een uurtje weer weg. Druk een vrouw. Ja. Het Dingelde Veld wordt nog mooier. In het gebied wordt hard gewerkt om landbouwgrond om te vormen tot natuur. Het moet stiller worden op de heide en vooral natter. Kijk, hier gaan we al weer naar rechts. Kan hier staan? 1, 2. Oh, zo. Prima. Wat een mooie fiets toch ook, hè? Ja. Heerlijk. Nou, gaan we. Dit is Marga Kool, dijkgraaf bij Waterschap Reesterwiede. Zeg maar de baas van het water in Zuidwest-Drenthe, hè? Nou, de baas is fout woord. Bestuur is de baas, maar ik ben de voorzitter. Oké, maar u weet heel veel van water. Dat hoop ik. Maar we moeten erover. Gaan we doen. Moet ik helpen of gaat het vanzelf? Nee, dat gaat goed. Nou, kijk. Zo doe je dat. Klopt. Hup, sprongetje eroverheen. En dan zijn we er aan deze kant. Want mevrouw Kool, we staan hier niet voor niks. Ik ga even om u heen, zo. We staan hier niet voor niks. Er gebeurt zoveel en daar bent u bij betrokken hier op het Dingelde Veld. Ja, wij zijn een van de partners bij de hele herinrichting. We hadden hier problemen op het Dingelde Veld. Een klein plekje te nat, het hele Dingelde Veld verdroogd, schadelijk voor de natuur. En we hebben een probleem voor de toekomst met de klimaatverandering. Dan moeten we in heel het Reest- en Wiedegebied 26 miljoen kuub water bergen. En gelukkig kunnen we hier in het Dingelde Veld er 1,2 miljoen van kwijt. Hoeveel emmers is dat eigenlijk? Weet ik niet, nooit geteld. Nee? Gigaveel. Zo, dan moet er wel heel wat uit de lucht komen, hè? Wil dat vollopen? Ja, het is ook bij extreme situaties. Je moet dan denken bijvoorbeeld in 1998, toen allerlei landerijen, maar zelfs ook straten onder water stonden. Wij moeten ervoor zorgen dat die situatie, die veel vaker zal komen in de toekomst, dat we die aankunnen. De grootste opdracht van het waterschap is dus het tegenhouden van het water. En daarvoor worden in het gebied sluisjes geplaatst. Dit apparaat hoort daar dan bij. Dit komt in dat slootje. Ja, die komt hier in het gebied. Dan wordt de sloot wordt gedempt. Dit komt zeg maar boven het maaiveld of net daaronder. En dan gaat het water wat allemaal aan die kant er tegenaan gaat staan. Dat klotst daar tegenaan? Dat klotst daar tegenaan. Dat staat misschien wel zo hoog. Dat gaat langzaam weglopen door deze opening. Het is een soort brievenbus. Het is een brievenbus. Als hij van die kant het water komt, dan gaat het klepje dicht. Als hij van de andere kant komt, dan gaat het klepje open. Het is, deze is toevallig rond, maar meestal hebben wij ook smalle doorgangen. Inderdaad, net als een brievenbus. En het werkt ook als een brievenbus. Hij moet nu geplaatst worden. Hij gaat nu. Gaat u dat doen? Meneer. Meneer met de dat kraan. Doet u niet zelf op dijkraaf dan? Nee. Zou toch leuk zijn? Het is zo'n moment van, ik durf het bijna niet te vragen, of wel? Het is te zwaar en het is te, komt te precies. Dat laten we aan de vaklui over. Hoe was het en hoe wordt het? Boswachter Albert Henkel legt het vast. We staan hier bij het Diepveen. Dit is een van de vele vennen die het Dingelde Veld rijk is. Een hele bijzondere plek. We hebben er gelukkig een oude foto van die voor de oorlog genomen is. En wat je hier kunt zien is een stuk landschap waar je bijvoorbeeld deze boom, die staat er verder in dat bos, ligt hij nu, hij is inmiddels overleden. En aan deze kant staat een bosje bij Schurenberg en dat is meer aan die kant. Dit is een van de mooie, maar er zijn zoveel mooie plekjes in het Dingelde Veld en de vennen. Zijn natuurlijk heel bijzonder met leven wat erin voorkomt, amfibieën, libellen. Nou, hier zitten een aantal watervogels. Hij is nog niet weer terug, maar straks als de doda's hier broedt, die broeden hier ook een paar stelletjes. En als je dan dat geluid van die doda's hoort, dat is geweldig. De lagen in de bodem zorgen ervoor dat er het regenwater niet wegzakt. Ze worden gevoed door regenwater, waardoor het juist zo'n unieke samenstelling is, ook met planten die daarin voorkomen. Vis komt in deze vennen bijvoorbeeld niet voor. Dit is een hele mooie plek om foto's te maken. Water hebben we het vaak over. Ja. Voor het Dingelde Veld. Maar vooral die overgangen. Oh. Doe je voorzichtig. Vooral die overgangen zijn heel belangrijk. Wat we de laatste jaren gewoon hebben zien gebeuren, is dat heel veel
natte heideplanten zijn verdwenen en daar hebben wij droge heidesoorten voor gekregen. En als je hier op de contouren van het landschap let, dan zie je die bruine lijn, dat is de zandlijn, daar zet de struikheide op. En die zie je aan die kant ook. En dit is dan zo'n hele brede slenk die je helemaal moet vullen met water. En dan krijg je veenmossen in, klokjes gentiaan, zonnedauw, noem maar op. En door die verdroging is het eigenlijk veranderd in veel meer grassen, struikheide en de laatste restjes dophei. Maar André, kijk eens, er staat allemaal water. Zo droog is hij toch helemaal niet? Nee, dat lijkt maar zo. Maar eigenlijk zou het dus over mijn laarzen heen moeten klotsen. Oh ja, hoe hoog moet het zijn dan, als we hier staan? Straks, als we zo staan? Straks dan is mijn laarsje mooi te kort. Dat hoort zo. Dan mag ik de lieslaarzen wel aantrekken. En dat hoort zo, want dan hebben we zomers ook nog water. Want vergis je niet, als het zonnetje even doorzet, is dit water zo verdampt. Wat heeft u eigenlijk met het Dwingelder Veld? Ik hou ervan. Ja? Ik vind het zo prachtig. En het is natuurlijk ook wel ons paradepaardje. Het grootste natte heideveld van West-Europa. De plek waar we heel erg zuinig op moeten zijn. Ja. Zulke plekken waar het zo uitgebreid, wijd en stil en mooi is. Met zo'n hemel erboven, dat zie je niet net zoveel in Nederland. En water, hè? Ja, ik ben heel enthousiast over wat hier gaat gebeuren. En wanneer je deze leiding, die noemen we leiding 20, die loopt helemaal dwars. Gewoon een sloot eigenlijk. Hè? Eigenlijk sloot. Die loopt helemaal dwars door het hele heideveld heen, naar het noorden. En daar lag nog een stukje boerengrond. Daarom is deze ook gegraven vroeger. Want die boerengrond moest zijn water kwijt. Maar nou is de vervelende obstakel. En die diepe doorsnijding, die zorgde ervoor dat het hele Dwingelder Veld afstroomde op die sloot en verdroogde. En wat we nu straks kunnen gaan doen, dat is dat we hier de leiding 20 dicht kunnen gooien. En dat al het water wat op het Dwingelder Veld valt, ook in het Dwingelder Veld in de bodem kan trekken, de slenken kan vullen, de vennen kan voeden en de natuurwaarden kunnen terugkomen. Nou, schop ik er alvast wat grond in. Zullen we vast beginnen? Ja, gooi er maar in. Hup, de weg ermee. Zo, dicht dat ding, kom op. Meehelpen, kom op. Ik weet niet of wij mensen dat allemaal nu al wel willen. Gewoon niks zeggen. Nou joh, jongen. We gaan verder. Waar gaan we heen, André? We gaan naar het Dwingelder Veld, de Radio Sterrenwacht. Dan gaan we het hebben met Rijn Munningsma. Mag ik ook nog mee trouwens? Ja. Oké. Oké. Dan gaan we het met Rijn Munningsma hebben over de natuur op het Dwingelder Veld. Welke route nemen we dan? Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. We gaan gewoon datgene doen wat nu mogelijk is. Hier langs? Ja, en dan komen we daar bij de Ruiner A vanzelf weer op het fietspad.